Jan de Jong, de vorderingen gaan goed met het nieuwe trainingscomplex van Feyenoord. Maar er is ook nog een naam nodig. Ja, het heet in de volksmond nu Hillesluis. Maar dat is natuurlijk niet de naam die we willen. Dus we hebben een ideetje binnen Feyenoord. En dan hebben we de hulp van het legioen nodig. En de leden van het legioen mogen een nieuwe naam verzinnen. En de winnaar, die krijgt 5 jaar lang een gratis seizoenkaart bij Feyenoord. En de jury bestaat uit de directie van Feyenoord, de voorzitter van het legioen en de trainer van het eerste elftal. Verwacht je veel creativiteit van het legioen? Nou, als ik het legioen zie in het stadion, dan bruist het van de creativiteit. Dus ze zullen hier ook wel de meest schitterende namen verzinnen. Dan komen straks al die namen binnen via een speciale actiepagina. Hoe ga je dat beoordelen? Nou, dan gaan we bij elkaar zitten en dan gaan we kijken van wat is nou een passende naam die past bij Feyenoord, die lang meegaat, die naam. En dat je zegt, ja, dat hoort bij zo'n mooi complex als dit is. Nou, sinds je komst bij Feyenoord ben je hier vaker geweest op het nieuwe trainingscomplex van Feyenoord. Ja, als je nou rondloopt, hoe ziet het eruit in jouw ogen? Ja, schitterend. En een enorme vooruitgang ten opzichte van de huidige situatie. En het loopt op schema. Dat is ook wel wat in de bouwwereld. Maar het gaat uitstekend. Dus de opening was voorzien in juni 2018. En ijs en wederdienende gaan we dat ook met elkaar gewoon halen. Dus juni 2018 gaat het open. En vanaf dan kan het eerste elftal hier gaan trainen.